Even vanuit de auto. Ik zit alweer klaar in Nijkerk. Ik heb straks nog een vergadering met DDB. Even waarom ik eigenlijk de hele nacht heb wakker gelegen door alles wat gebeurd is. Ten eerste het rapport, dat heb ik doorgelezen. En natuurlijk maar een eerste vluchtige keer, maar wel doorgelezen. Ik zie niks nieuws of positiefs, maar ik zie wel een optelsom van dingen waarvan ik denk, dit komt nooit goed. Dit gaat hele grote gevolgen hebben voor de hele landbouw. Daarnaast kwam toen ook nog eens 's avonds laat dat fragment langs van Jesse Klaver. Met zijn uitlatingen over, nou de boeren moeten het nog maar niet een keer lezen, want dan weten ze wat hun te wachten staat. En toen dacht ik van, dat is best een rare opmerking. Ten eerste, Van der Wal heeft met Mark gebeld en die heeft gezegd van niemand had het nog kunnen lezen. Nou ja, dat nam wel met een flinke korrel zout. Maar door de uitlatingen van Jesse Klaver weet je dat inderdaad over alles wordt gelogen. Ze had het natuurlijk wel van tevoren gelezen en hij had het ook al van A tot Z doorgelezen. Wist dus precies wat erin stond. Dan heb ik eens een keer nagedacht van ja, wie is dat eigenlijk, Remkes? En dan blijkt dat onze wegen natuurlijk wel heel vaak gekruist zijn, maar dat hij ook heel erg de sfeer en de manier waarop er naar de boeren gekeken wordt, zelf heeft bepaald. Hij is zelf degene die met het rapport is gekomen van niet alles kan. En dat was van zijn hand, commissie Remkes in opdracht van Schouten. Dat was september 2019. Toen hadden we onze actie op 16 oktober 2019. En toen was Remkes plaatsvervangend burgemeester van Den Haag. En de burgemeester van Den Haag die zette het leger tegen ons in. Het leger om ons te verhinderen om aanwezig te zijn bij het stikstofdebat waar onder andere Geesje Rotters haar verhaal ging doen. Je werd geselecteerd of je eruit zag als een boer. En als je eruit zag als een boer, dan kwam je niet door de blokkade van het leger heen. Op 16 oktober heeft gecreëerde stikstofprobleem, ook al de eerste doden opgeleverd. Daar is eigenlijk weinig aandacht voor geweest. Er is een onschuldige voorbijganger geplet tussen een legerauto, omdat er vooral geen boer doorheen moest kunnen. Dat is toen al de rol geweest van Remkes. Het demoniseren van de boeren. Het leger tegen ze inzetten. Vervolgens kwam het bericht, het rapport, niet alles kan overal. Ook weer Remkes, die de opdracht die aangenomen was binnen het kabinet nog even flink ging verzwaren. Waardoor natuurlijk de stemming onder de boeren nog veel ernstiger werd. En nu hebben we dan zijn slotstuk kennelijk. Een denkrichting waarbij in feite alle proefballonnetjes en alle ideetjes die uitgewerkt zijn en zogenaamd uitgelekt zijn, en we dan niet zo serieus moesten nemen, onder andere onder voorzitterschap destijds van Schouten en Remkes, zijn allemaal uitgelekt en nu opgenomen in dit rapport. Een rapport wat in ieder geval inhoudt dat de boeren gewoon verdwijnen uit Nederland. Ze worden in een aantal reservaten gestopt met een kleurtje: rood, groen, geel en oranje. Maar eigenlijk, als je het geheel bekijkt, het verlies van de derogatie, de eisen van verschillende ministeries, Hugo de Jonge met zijn ruimtelijke ordening, de wateropdracht, dan zie je één ding en dat is: het is een uitrookbeleid, het is een sterfhuisconstructie. En Remkes heeft daar een heel belangrijk aandeel in. En hij mag nog zulke mooie woorden hebben gekozen en zo'n prachtig verhaaltje hebben gemaakt. Het is Remkes die de boeren als eerste heeft gedemoniseerd en is ook Remkes die de boel afmaakt. Wie welke rol speelt in het geheel, weet ik niet. Eén ding weet ik wel: we worden met z'n allen besodemieterd.